Er is kermis. De kerken luien de klokken 's morgens. Iedereen doet eraan mee. Ouderen, jongeren, alles. Of je nou van wielrennen houdt of niet. Iedereen doet eraan mee. De boerderijen langs de weg. Daar kun je zo naar binnen lopen. Dan kun je wat meedrinken aan tafel. En dan kun je meekijken op de televisie. Dat is één groot festijn. Het hele volk doet daar aan mee. En dat is iets, dat vergeet je niet meer gauw. Want dat kom je toch in Nederland niet meer tegen. Ze kijken hier al vuil aan als je aan iemand een kwartje vraagt als voorschot. Dat krijg je niet eens. En daar is het één festijn. En dat is juist het mooie. Want het wielrennen daar, meer dan in welk land ook, in zijn oudste vorm, want lang de Ronde van Vlaanderen, verzonken is met het volk. Het is een explosie van het volk. Het was een sport van het volk. Vergeet dat niet. Dat licht glooiende landschap met mooie open plekken. Een beetje ordeloos. Dat wil zeggen anarchistisch erin gebouwd. Zoals die Vlamingen allemaal doen. Die beginnen allemaal aan hun huis en zo. En hun tuintje. Dat maakt dus niet altijd een even ordelijke indruk. Maar toch heeft het iets zeer robuust. Robuuster dan Nederland. En als ik jullie bevolkingsgetal ook zie. Dan denk ik dat dat in de toekomst. Als jullie dat evenwicht houden zo. Dat het er heel gezond uitziet. Ik geloof dat hij daar aankomt. Ja, dat is hem. Ik zie dat Rick van Steenbergen zich naar ons toe beweegt. Je kent hem. Het is een zeer grote eer om in zijn nabijheid te mogen staan. En ik kan hem nog zeggen dat ik... Wij hebben elkaar getroffen bij Gerrit Schulte een jaar of 4 geleden, ja, weet u nog? Ja, ja. Toen had ik dat kleine boekje over hem. Ja, dat weet ik nog. En toen hadden we het nog over het wereldkampioenschap in 19, weet u dat nog? In 1949 in Kopenhagen. Toen was hij ook goed. Toen wou Schulte ook graag winnen. Toen kon hij net niet winnen. 1949. Ja, 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 ik weet wel. Toen was Schot er ook nog bij. Schot was dan gelost en Schulte nog, hè? Ja, die kon het net niet halen. Nee. En het jaar erop werd Schotten. Toch weer wereldkampioen. Ja, en Schulte ook van voor. Ook weer van voor. Van Steenbergen is ontsnapt. De jacht wordt ingezet. Maar de vulling houdt stand. Alleen en afgescheiden komt hij te wetteren toe. Rick van Steenbergen, kampioen van België en de beste man van deze dag, wint de koers. Het is een buitengewoon heroïsche... Een coureur die altijd zichzelf volledig erin gooide. Het was een wonder waar u die kracht vandaan haalde. Ja, niet altijd. Alle niet dagen altijd. Kunnen natuurlijk niet presteren. Nee, dat was wel vaak. Toch, dikwijls, ja. Ook in de Tour heb je etappes gewonnen, ja. Met die sprint, hè. Ja, dat was wonderlijk. Je had er 3 Rikken natuurlijk, hè. 2. Ja, je had Rick Steenbergen. Rick van Linden ook. Rick van Linden, ja. En Rick van Looy, die ik ook vandaag nog heb gezien. En het merkwaardige is dat beide, Rick van Steenbergen en Rick van Looy, in de grote rondes reikte het net niet genoeg nee. Om de grote... U maar, was niet voldoende maar klimmer, de moraal, hè? De moraal er niet moraal, voor, nee. We rijden al zoveel in de winter. Ja, de hele winter door op de die winterbaan. Winter door, en hij heeft de moraal niet voor de ronde van Frankrijk te rijden. Nee. Dat vergt een speciale preparatie. Ja. Heel de winter rusten en dan verlieren je te veel geld. En daar hadden wij er niet voor over. En nu moeten de groten het zelf gaan doen. En daar moeten wij nu ook, jawel hoor, van Peter gaan bijrekenen. Zonder enige twijfel. Kijk eens aan. Als een echte Flandriën daar en meteen 10, 15 meter. Indrukwekkend door Peter van Petegem op weg naar het Warenwondplein. 2, 3, 4 rijen mensen dik hier. Ze applaudisseren allemaal voor de Vlaming hier vooraan. Het is van der Jest die iets wil proberen, die er wil naartoe rijden. Maar ik heb de indruk dat dat gat alsmaar groter wordt. Welke talenten moet je hebben in zo'n ronde? Kracht, lenigheid? De vorm, en als je in vorm bent, dan kun je ook bergop rijden, zelfs al is ben je geen klimmer. Misschien was ook zo geen grote klimmer en die munt wel uit in zo'n koers.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld 2 keer de Waalse Pijl gewonnen. En ik ben geen klimmer. Ja, ja, ja. Of ik was geen klimmer. Hoe kan dat? Erin geloven? Of? Nee, de vorm hebben. Ja, dat kan het, ja. Ja. Zo is het, hè. Ja, ja. Wim van Est heeft ook hier 1 keer gewonnen, hè? Ja. Wim van Est, ja. 53. Die kon nog geen berg op. Nee, die kon niet sprinten en niet klimmen. Nee. En die won toch de Ronde van Vlaanderen. Dus het kan wel. Maar toen was, u hebt gelijk, toen was de Ronde van Vlaanderen had nog niet die, nee, die grote formule zoals dat nu. Nee. Is het een van de grote klassieke koersen ik geworden. Ik vind dat ook, ja. Ja. Is dat die uitstraling er ook gekomen dankzij of via de Italianen? Misschien wel. Ja. Want ja, vroeger kwamen de Italianen praktisch niet. Nee. En dan Magni is er dan mee begonnen. Ja, 3 keer. En dan heeft hij langzaam uitstraling gekregen. Mozair later. Ja.